Hoi iedereen, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van TercoCraft. Vandaag ga ik samen met Colin in het Wildwestengebied een klein treintje maken voor de kinderen. Dat gaan we doen op deze locatie. We hadden hier nog een open plekje, dus we dachten van ja, kijk, of we gaan er decoratie in zetten, of we maken er nog een leuke attractie. Dus we hebben besloten om er nog een leuke attractie bij te gooien natuurlijk. Zo. Gaan we hier eventjes simpel beginnen met een klein stukje rail te maken, zogezegd voor de inkom. Voilà. En dan gaan we onze baan beginnen maken natuurlijk. Ik heb ook al een kleine tunnel gemaakt. Dan is het natuurlijk ook heel leuk dat de trein door een klein tunneltje gaat. Dat je ook een klein indoor gedeelte hebt. Zo. Lekker de kleine baan al aan het beginnen maken. Dan gaan we zo meteen ook natuurlijk leuke decoraties er rond maken in het Wildwestengebied. En ja, in het Wildwesten thema beter gezegd. Enkele leuke huisjes, nog cactussen erbij en van die dingen. Kijk, hier is de leuke tunnel die gemaakt is. Ook nog weghalen. Hoi, en hier hebben we natuurlijk nu ook Colin mee in de spraak. Ja, ik ben ondertussen al begonnen met de baan te maken, dus dan weten we al welke richting we een beetje op gaan natuurlijk, hè. Ja, even kijken. Oh ja, hier. Ja. Het kan misschien zijn dat we zo meteen de baan nog een beetje gaan aanpassen natuurlijk. Dus nu eventjes een kleine basisbaan die ik aan het maken ben natuurlijk ook. Echt ja, een leuke, kleine, gedetailleerde baan voor kindjes. Zeker. En wel in elk geval het baanverloop gemaakt. Ziezo. En dan gaan we nu natuurlijk ook beginnen met de decoraties. Dus hier gaan we ons station maken. En dan verder gaan er ook gewoon cactussen komen en allemaal van die leuke dingetjes. Ik had hier een hooiwagen staan. Die heb ik eventjes verplaatst. Dus we gaan die hooiwagen sowieso al terugplaatsen. Zo. Dat is al sowieso een leuke kleine decoratie die we kunnen bijvoegen. Zo. Voilà. Ziezo, kijk. Is die ook al gemaakt?
Kijk, Colin is ondertussen al bezig met het station. Zeker. Ik dacht, ik ga ze vast eens een beetje een kleine basis uitzetten. Misschien ook nog leuk om er enkele andere kleine gebouwtjes tussen te zetten, waar ze doorheen gaan of zo misschien. Waar kan er een leuk gebouwtje komen? We kunnen natuurlijk de inkom van onze grot mooi maken. Daar gaan we een leuk klein mijn dingetje van maken. Zien zo. Wat nu ook leuk is, we zijn sinds kort overgeschakeld op 1.14. Dus dat wil zeggen, we hebben heel wat leuke nieuwe blokken om mee te bouwen. Dus dat is voor ons ook nog een beetje zoeken. En we gaan nu ook natuurlijk in plaats van de gewone buttons, kunnen we nu ook de spurs buttons gebruiken. En van die dingen. We hebben nu ook de andere trapdoors. Dit wordt voor ons ook heel leuk om nieuwe leuke decoraties toe te voegen natuurlijk. En voor jullie wordt het natuurlijk ook leuk om al deze leuke decoraties te zien. Dat hoop ik toch al eens zien dat jullie het leuk gaan vinden. Als jullie met momenten zoiets hebben van, hey, dit zou ik ook nog leuk vinden, of dit kan je misschien nog veranderen, of zo, of weet ik veel wat. Laat zeker ook jullie ideeën achter, want jullie zijn wel degene die in het park komen. En waar we natuurlijk ook het park voor maken. Dus als jullie het niet leuk vinden, ja, dan maken we het eigenlijk ook voor niks. Dus ideeën zijn natuurlijk ook altijd welkom. Dus al de diamond weghalen. Ja, ook juist wel al die nieuwe walls, dat is ook wel leuk. Mossy stone brick walls, redstone walls. Natuurlijk ook al die nieuwe signs. Ik ga met deze werken. Veel leuker. Dit heeft wel wat. Geeft wel ineens heel veel licht. Maar ik vind ze wel heel leuk staan in de mijn. Gewoon eventjes. Een fence hangen. En dan gaat hij aan die fence komen. Erbij zetten. Een cartografietafel. En de smittafel. Al die nieuwe objecten is ook natuurlijk leuk om te gebruiken.
Die is nu een beetje de basis van de mijn. Eens jullie in de map komen, gaat die natuurlijk nog heel wat veranderd zijn. Ik maak natuurlijk gewoon de basis. Hè. En Colin en Jonathan die werken grotendeels van de server eigenlijk af. Hier, misschien ergens een paardenstal maken. Is dat een idee, Colin? Ja, dat kan wel. Ik zat misschien ook te denken aan... Hier eventjes wel wat paarden zetten of zo. Ik zat er ook ergens aan te denken om een kampvuur en alles te maken. Ja, we gaan nu natuurlijk ook... Ja, nee, dit is veel te kleine ruimte voor een kampvuur. Dit. Eventjes op een... voor een kampvuur, wat zeg ik nu? Voor een paardenstal. Eventjes een grotere ruimte voor zoeken. Paarden hier zitten. Halen we deze cactus terug weg. Nu even kijken met al die nieuwe blokken. Ik ga gewoon twee van deze dingen in de grond maken. Oh. Ja. Door ons texture pack
is er nog eventjes een klein probleem met deze blokken, dus die gaan we momenteel eventjes niet plaatsen. We zijn ook zelf bezig met ons eigen texture pack te maken. Daar is nu Colin heel druk mee bezig ook, achter de schermen. Oh ja, ook inderdaad heel leuk dat kampvuur. Ik zou alleen hier misschien nog eventjes zo dit weghalen. Of de baan misschien een beetje aanpassen, ik weet het niet. Een spoor er natuurlijk op liggen, want zonder een rail natuurlijk geen trein. Zo, zo vangen cowboys indianen en we rijden op de prairie steeds op zoek naar avontuur. Ja, op dit moment zijn we nu bezig met het cowboy gedeelte. Het tweede gedeelte van de canyon gaat volledig ingericht worden als indiaan gedeelte. Heel leuk die nieuwe blokken, die gestripte, dat gestripte houtblok. Dat is echt wel leuk ook als station inderdaad. Geeft een leuk western effect vind ik. Eventjes naar onze canyon vliegen en een windmolen gaan halen. We maken wel een kleine windmolen, een nieuwe.
Dat is veel leuker. Het is natuurlijk allemaal in het mini. Dus dan kunnen we beter een nieuwe maken. Echt maar een hele kleine wachtrij te zijn, want dit gaat volgens mij ook zo echt zo'n mini-attractietje blijven. Dus een gewone mini-wachtrij is groot genoeg. Eventjes gaan spieken hoe we dat daar hadden gemaakt. In de andere richting. Zo.
Ziezo, kijk. We hebben hier op dit moment nu al een hele leuke basis gezet. Dus, ik hoop dat jullie deze basis al heel leuk vinden. We gaan achter de schermen nog verder werken aan deze attractie, zodat we deze binnenkort ook voor jullie kunnen openen. Ik zeg tegen jullie bedankt voor het kijken en tot een volgende keer. Ciao!